Wij zijn op het moment onderweg naar de meest bezeten plek op aarde, namelijk Bovelia. En op dit eiland zijn maar liefst 200.000 mensen op een extreme wijze overleden. Dit stukje land staat bekend om zijn vrede geschiedenis en men zegt dat hier tot op de dag van vandaag nog steeds boze geesten zijn. Bovelia Island is where there are the ghosts. You can feel the tables, the chairs moving. Nobody there. But the sounds you have are crazy. Dus leek het ons een goed idee om onze spullen te pakken en iedereens kindervraag te beantwoorden. Bestaan geesten echt of bestaan ze niet? Hij blijft ook in het rood staan. Oh, zo! Hij zit met twee schroeven er vast. Laten we gelijk met de deur in huis vallen. Lopen wij gevaar op Bovelia Island? Elk paranormaal onderzoek kan gevaar met zich meebrengen, dus dat zal ook daar kunnen. En wat zijn zowel dingen die je hebt meegemaakt of dingen die wel kunnen gebeuren tijdens het onderzoek? Kan je te maken hebben met dat ze lichamelijk kunnen gaan worden naar je. Ze kunnen zich gaan aanklampen aan je. Ze kunnen je uiteraard wegjagen op wat voor manier dan ook. Ga niet provoceren op de plekken waarvan je niet weet wat er zit. Maar alles wat dan heb ik omschreven? Bij wat je kan voelen, ervaren. Mm-hmm. Dat is precies wat ik ervaarde in Brazil. Ja? Precies dat. In rillingen, random tocht. Zoals je kan zien hebben wij er nog steeds veel zin in. Dit omdat we voor het eerst samen met het vliegtuig gaan naar Venetië. Geloven jullie in geesten? Nee. Eerst zien dan geloven. Maar na Brazil heb ik toch wel zomaar een klein beetje dat ik dat ja, toch wel echt sceptisch. Dat ik toch wel alles een beetje in twijfel trek. Alright, een tijdje terug uploaden wij deze video waarin we naar het meest bezeten ziekenhuis ter wereld gingen, waar we voor het eerst contact legden met de paranormale wereld. Are you still here? Hierdoor geloofden wij allen een stukje meer in geesten, maar zijn de boys nog steeds niet overtuigd. Nee, eerst zien dan geloven. Maar zoals je kan zien ben ik redelijk overtuigd dat hier geesten zijn. En dit is ook niet zo gek, omdat dit eiland de naam meest bezeten eiland ter wereld heeft gekregen. Maar hoe kan het dan dat dit eiland zo bezeten is? A place where sick people from the plague and also from like mental illnesses, like it was a mental hospital. One thing that we still know is that from inside that, inside the clock, the priest, the director of the building, he threw himself off. In het jaar 1922 werd op het eiland gebruik gemaakt van een mentaal ziekenhuis en dokters voerden hier hele extreme testen uit waarvan ze geloofden dat dit zou werken. Maar in plaats daarvan voelde het als een hel voor de mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen en overleden ze. Maar op een dag werd een dokter zo gek door alle overleden patiënten dat hij op deze toren omhoog is geklommen om vervolgens zelfmoord te plegen. A place where sick people from the plague. If you go inside, you never go out. In 1938 brak de Zwarte Pest uit in Venetië. In de tijden van de Zwarte Pest zijn tussen de 75 en 200 miljoen mensen overleden. Bovelia lag mooi geïsoleerd van het vasteland, dus werd het eiland een quarantainegebied om te genezen. Tenminste, dat dachten ze. Want op Bovelia waren helemaal geen dokters. Het was puur een plek om tussen de rest van de besmette mensen langzaam dood te gaan. Eenmaal aangekomen begonnen we met het verkennen van dit eiland en gingen we op zoek naar een slaapplek. Maar eerst gaf Peter ons nog wat advies mee wat ons letterlijk kan redden. One thing for sure is don't go in the forest. You will actually get lost. Seriously? Yeah, it's like 5 football field, 3 football field. Also in daytime? Yeah. Laten we even een plekje zoeken voor de spullen en dan gaan we eventjes de boel verkennen, denk ik. Oh, dit zijn die brandovens, gek. Gaan we hier echt doorheen? Ja, wel niet echt keuze als stomper, denk ik. Dit voelt echt niet goed trouwens om doorheen te lopen. Het is ook gewoon direct, ja, je moet de brand over, anders dan kom je niet verder. Zo begint ons avontuur, ja. Zo begint het al, ja. Dat is best wel fucked up. Ja, als je naar de overkant kijkt, alle bomen en shit zijn dood. Er groeit ook helemaal geen gras, dat is gewoon niks. Ja, dit is die brug. Dit is die brug. Oh mijn god. Hier willen we dus overheen. Kijk even waar ik overheen moet, bro. What the fuck? Ja, dit zijn toch de Burning Grounds? Yep, dit deel van het eiland heet de Burning Grounds. Ofwel de massagraven waar mannen, vrouwen en zelfs kinderen soms levend werden verbrand. Wanneer ze deze brug overkwamen, zagen ze hoogstwaarschijnlijk de bewoonde wereld nooit meer. En daar lopen we nu gewoon gedeeltelijk eigenlijk op, als je erover nadenkt. Ja. Dit voelt zo gek ook. Deze shit is hier gewoon gebeurd. Ik ben er een beetje triest van eigenlijk wel hoor. Maar om dan op zo'n plek te staan waar allemaal van bizarre shit is gebeurd. Dat is echt next level shit, ja. En zoveel anders dan achter je schermpje zitten, YouTube video's kijken over shit die is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog ofzo. Wat dan niet zegt klopt helemaal, want beseffen jullie eigenlijk wel hoe heftig en luguber zoveel momenten in de geschiedenis zijn geweest. Het is je eigenlijk ook zo enorm lastig voor te stellen en aan te nemen hoe iets gebeurt en hoe mensen zich daarbij voelden. Vooral als je dus alles meekrijgt aan de hand van social media. Ah, zo'n vieze geur ook hier. Ja, ik ben benieuwd hoe dat komt. Ik heb echt geen zin in de nacht. Ja, het wordt echt heel kut. Ja. Nou, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Zo mensen, het is nu nacht. We gaan dus even met elkaar 2 meter rondlopen, even kijken of we geest kunnen vinden. If someone's here, can you let me know?
Na een aantal uur rond te hebben gelopen, kregen we maar geen teken van iets paranormaals. En om eerlijk te zijn, begon ik ook te twijfelen of dit daadwerkelijk wel echt kan zijn. Totdat we dan toch eindelijk iets opvingen. Ik ging er twee keer af en dan... Kijk, daar gaat hij weer. Hey. Well, someone here? Hij blijft ook in het rood staan. Maar zonder succes. Hierna hebben wij de halve nacht nog rondgelopen met de K2-meter, maar troffen we helaas helemaal niks aan. Dus besloten we maar te gaan slapen. Maar toen wij probeerden te slapen, gebeurde dit. Vannacht hebben de ratten ons ontbijt leeg gegeten. Maar we zijn wel lekker aan het opruimen. Dat is echt vreselijk. Dus we moeten straks eerst met de boot terug naar Venetië. Dan moeten we even onze spullen weer afdroppen bij het hotel. En dan pas kunnen we gaan ontbijten. En heb je al kut geslapen? Op dit moment waren we allemaal zo enorm klaar mee en wilden we zo snel mogelijk terug naar het hotel. We waren compleet gesloopt door de extreem koude nacht waar we met elkaar geen oog dicht hebben gedaan. Dus toen was het wachten gezet, totdat Pieter ons dan eindelijk kon komen ophalen. Ik wil hier nooit meer naar terug. Oké, goed punt. Ja. Dit is echt het meest slechtste hotel waar ik ooit in heb geslapen. Good morning! En na dit extreem rare avontuur realiseerden wij ons allemaal dat we het zo enorm makkelijk hebben. Thuis zitten met een overheerlijke verwarming en eigenlijk geen moeilijkheden hebben in ons leven. We realiseerden ons dat het eigenlijk zo enorm vanzelfsprekend is geworden voor ons en we het eigenlijk super makkelijk hebben tegenwoordig.